Op woensdag 5 december ging Rijswijk TV langs bij echtpaar Konings die vandaag hun 60-jarig jubileum vierden. Nou, wij zijn voor onze studie naar het Rijswijk gekomen omdat we in Den Haag gingen studeren aan de Academie van Beeldende Kunst. En daar hebben we elkaar ontmoet. We waren dus elkaars klasgenoten. En wij hebben dus daar 5 jaar gestudeerd. En daarna zijn we getrouwd. Tijdens de studie gaf mijn man al les op het Lodewijk Makenbeleide College in Rijswijk. En wij kregen dus, toen wij trouwden in 1958, kregen wij dus een huis in de Wieboudlaan in Rijswijk. Ik denk dat die mooie momenten eigenlijk heel uitgebreid waren. Een moment is het eigenlijk, dat is een heel kort tijdspanning. Maar niet wanneer je dus vrij veel moet vertellen of kunt vertellen. En dat hebben we gedaan. Dat wil zeggen, zij heeft het gedaan. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat het heel erg leuk is geweest. Ja, dus die hele trouwerij is, dat is alleen maar de buitenkant die je ziet. Maar wat er wezenlijk gebeurt, dat zit eigenlijk veel dieper weg. En dat komt eigenlijk wel naar boven, maar dan in, als je bezig bent. Ja, dus ik kan wel wat gaan vertellen ergens over, maar dat heeft niet zoveel zin. Ik denk, we moeten gewoon zo'n tijd helemaal meemaken. En dat is gebeurd. Hè? En dat is lang geweest. Heerlijk, maar ja. Nou, de bruiloft die was in Waalwijk, in mijn geboorteplaats. En dat was ongelooflijk feestelijk. Hè? De hele familie was er natuurlijk. Ik heb heel veel broers en zussen en mijn man had die ook. En ja, dat was dus een heel festijn. Mijn vader zorgde daar overal voor. Er kwamen veel vrienden op bezoek. Ook docenten dus van het Lodewijk Makenbeleide College kwamen op bezoek.